instrument van de wetenschap, bron van kennis. Leert ons het antwoord op grote vragen. Leert ons in de eerste vraag, in de eerste plaats, meer vragen te stellen. Dat is gevaarlijk, vragen stellen, want voor je het weet, ga je twijfelen aan de antwoorden die van hoger hand aan de mensen worden gegeven. Twijfelen aan het gezag, aan de waarheid. Een boek, door de eeuwen heen, object van censuur. Het laten verdwijnen van slechte boeken, om de mensen tegen zichzelf te beschermen. Hoe ouder ik word, hoe scherper ik mij de dingen herinner. Had men me toen verteld dat ik in het klooster zou gaan, ik zou ze uitgelachen hebben. Maar misschien hebben de gebeurtenissen toen bijgedragen tot mijn beslissing om de wereld de rug toe te keren. Het gebeurde allemaal in het jaar 1603, onze Heer. Een klein Vlaams dorpje aan de Schelde. De Spaanse overheerser had zijn bloedhond Alva naar onze contrée gestuurd om de broeiende opstand de kop in te drukken. Het waren bloedige tijden. Maar in ons dorp werden we dat zo niet gewaar. Is daar iemand? Is daar iemand, vraag ik? Ze houden me in de gaten. De heilige inquisitie heeft overal oren en ogen. Als ze zouden weten waar ik aan schrijf, was ik ten dode opgeschreven. Maar ik moet mijn verhaal vertellen. Voor jullie, mensen van het derde millennium. Tegen die tijd zal de menselijke domheid hopelijk zijn opgeklaard. Het ware verhaal van Elisabeth de Grutere en haar dochter Katelijne, van wie gezegd werd dat het heksen waren. Elisabeth was een kind van de natuur, kruidendokter, vroedvrouw. Veel te excentriek voor de brave burgers van bij ons. Katelijne had vooral pech. Pech dat ze de dochter was van haar moeder. Pech ook om verliefd te worden op een door vele vrouwen, waaronder speciaal ook Anna, een door vele vrouwen begeerde partij, Thomas van den Borne, de zoon van onze burgervader, onze mei. Waarom de relatie tussen vader en zoon zo verzuurd was, heeft niemand ooit geweten. Nee, ik ben niets vergeten. Als ik mijn ogen sluit, dan zie ik de gezichten voor me. Van onze pastoor, die me aan mijn oren sleurde als ik als misdienaar de hosties liet vallen. En van Siske Kiek, de hondenslager en zijn halfkare broer Kwierke. Ja, hallo, nee. Ja, nee, zeg, ik zit hier midden in een voorstelling. Ja, nee, ik zal wel terugbellen, ja. Sorry mensen, maar zo'n incidentje is natuurlijk heel vervelend. Mogen wij dan ook vragen om uw gsm uit te zetten gedurende de vertoning. Voor het geval het nodig mocht zijn, er zijn ook nooduitgangen aan de linkerkant en aan de rechterkant en achteraan waar u binnengekomen bent. Veel plezier met het zaad van Satan.
geef mij een kus, mijn lief, om eeuwig te
is er hier aan de hand? Tong ingeslikt! Elisabeth wordt beschuldigd van hekserij, meneer de Meijer. Door wie? Door u. Door iedereen. Door iedereen? Ja, door de meesten. Kijk. Ik zie vooral mensen die zwijgen. En hij is jaloers, vader. Thomas! Ja. Het is beter dat ik dit zaakje alleen opknap. En heel wat spul met Siske. Ga nu maar naar huis, Thomas! Elisabeth de Grutre, wat wordt u door deze mensen te laste gelegd? Mijn broer, meneer de Meijer. Ik sprak tot mevrouw de Grutre! Ja. Ik weet het niet, meneer de Meijer. Ze gedraagt zich als een heks. Is dat zo? Maar vraag het aan Margriet. Ze heeft over dat kindje geblazen. Dat kind ziet er heel gezond uit. Maar het is genezen. Maar ze heeft dat behekt, als je ziet. Dan mag ze mij ook wel eens wiegen als ik ziek ben. Maar dat is toch geen normale vrouw? Zijn er die wel, mannen? Olie en rozen, soms met wat boter en wat bier. Moederdoverij. Als iemand een wonde aan zijn been goed wast en deze zelf erop strijkt, ja, dan geneest die wonde soms. Toverij. Soms, zegt mijn moeder. Mij heeft ze zoals ingestreken met een zalfje. Ik viel de hele tijd in slaap. Dat was belladonna, mandragora, steekappel en bilzenkruid. Moeder, zwijg. Ik gebruik dat bij hysterische vrouwen. Sommigen worden daar rustig door. Anderen hebben een grotere dosis nodig, hè, Anna? Maar dat is toch niet normaal?